Girls and boys van Hakakumido, joh. Het is nu 24 maart inmiddels. Het is nog, nog geen half zeven, het is wel half zes. We gaan even contact met jullie maken. Helaas kan dat nu alleen maar via YouTube. We proberen volgende keer YouTube livestream te hebben, dat we direct met elkaar kunnen trainen. Want de bedoeling is om bezig te blijven. Ik ben hier zo, zoals je ziet. En achter de camera zit nu Lee. Dus, maar die, en die komt dadelijk ook tevoorschijn en zal ook jullie wat laten zien en misschien ook nog wat zeggen. Dit zijn hele bijzondere tijden. Ik doe al meer dan 30 jaar Aikido. En Aikido is voor mij niet het doel. Het doel voor mij is om een goed persoon te zijn, goed te leven. En daar gebruik ik Aikido voor en ook andere dingen zoals familie, vrienden en misschien ook mijn werk. Dus ik ben 30 jaar aan het investeren en nu kan ik dus Aikido gaan gebruiken voor tijden zoals deze. Om goed bij jezelf te blijven, je niet gek te laten maken met allerlei verhalen die eronder doen. Sommige verhalen zijn waar, maar sommige verhalen zijn misschien helemaal niet waar zijn. Dus je moet goed de tijd nemen als je iets hoort en je telkens weer de vraag stellen, is het waar? Of waar komt het verhaal vandaan? Wie vertelt dat verhaal en voor, met welke reden? Ik zou heel graag zien dat je tijd neemt om voor jezelf in de dag even stil te zijn. Om goed te voelen wat er nou bij jezelf gebeurt. En dat is best een hele lastige opdracht om te kijken, wat voel ik nou? Wie ben ik nou? Want in het woordje Aikido zit het woordje Ki. En dat is levensenergie. En daar zijn wij aan het zoeken in Aikido. En daar kan je misschien, daar maak je zeker contact mee. En dat kunnen op momenten zijn dat je het nog ineens door hebt. Dat je ineens stilvalt of dat je ineens een moment hebt van ja, ik zeg maar het woord vrede. Dat je tevreden bent, dat je gelukkig bent, dat je een bepaalde waarheid voelt. En die kunnen heel kortstondig zijn. En zodra je weer begint te handelen, zodra je weer op je fiets zit, zodra je weer achter je schoolboeken zit, zodra je met iemand zit te whatsappen, dan vallen al die dingen weer weg. En ga je weer bemoeien met de dingen in het dagelijks leven. En die kunnen soms hartstikke mooi zijn, maar zoals nu in deze tijd kunnen die ook heel verwarrend zijn. Je ziet mensen die zich zorgen maken en je ziet mensen die zeggen, ja, de zon schijnt, ik loop buiten, waar hebben we het eigenlijk in godsnaam over? En toch schijnt er heel wat aan de hand te zijn als je de beelden op tv mag geloven. En die mag je ook best geloven. Er zijn mensen die in ziekenhuizen liggen. Er zijn mensen die helaas komen te overlijden. Dat zijn allemaal ware dingen. En de een die gaat er heel makkelijk over, doorheen en de ander die heeft er wat meer moeite mee. Maar boven al die verhalen kun je misschien eens gaan stil zijn en proberen te ervaren wat die key zou kunnen betekenen. En je, als ik uit eigen ervaring mag spreken, dan soms denk ik dat ik het begrijp en soms denk ik er helemaal niks van begrijpen. Maar ik blijf wel doorgaan, want er is een stemmetje in mijn hoofd. Dat er meer is dan wat ik zie. En dat is geen hocus pocus. Dat is een soort. Nou krijg ik dat gevoel ook weer, omdat ik zo mag praten met jullie. Dat er een dieper gevoel is van wie is dit? Dit is Paul, maar dat is alleen maar de naam Paul. Dit is het lichaam van Paul, maar daar zit nog meer, veel meer in dan alleen het lichaam. En dat is heel erg mooi om naar te gaan kijken en te gaan ervaren. En dan kan je ook kijken naar alle toestanden die je tegenkomt en in je hand nemen en zeggen, is dit waar? Of zit er nog een diepere grond achter? Nou goed, dat is één ding. Ondertussen moeten we wel blijven zorgen voor het lichaam. Het lichaam is heel belangrijk. Dat is ons vervoermiddel, daar moeten we het mee doen, daar doen we het ook mee.
En die heeft verzorging nodig. En ik merk ook aan mezelf dat soms moet je het lichaam triggeren. Moet je in gang zetten. Je moet soms toch wat door het uiterste gaan. Want wat gebeurt er? Tenminste, dat die idee heb ik. En dat heb ik misschien met Vlaarder van anderen net opgenomen. Als ik mijn lichaam tot het uiterste stretch, dan open ik mijn lichaam, waardoor er nog meer zuurstof in mijn lichaam kan komen. Ik open alle moleculen, zodat er goede, verse zuurstof in het lichaam terechtkomt. En als ik dat doe, dan is de bedoeling dat ik dan ook weer uitadem. En door de uitademing breng ik de vervuiling, de vergiftiging van mijn gedachten, van verkeerd eten, te veel drinken, te veel eten, te veel vet eten, of wat het lichaam niet nodig heeft om naar buiten te brengen. Dat doe ik door middel van ademhaling en natuurlijk naar het toilet gaan. En als je dus goed hebt getraind, je hebt je goed gestretcht, je hebt goed met intentie je oefeningen gedaan, ga je water drinken. Ga je lichaam reinigen. En niet alleen het water drinken is belangrijk, het douchen is heel belangrijk om telkens weer goed je lichaam te verzorgen. En let ook op de geest. Zodra je merkt dat je zegt, hey, ik ben ergens mee bezig waar ik in blijf hangen, tel tot 10 of wees bewust dat je knieën of je voeten of wat dan ook op de grond bent. En neem dan contact met datgene, met de grond. Oké, ik ga gewoon mijn les doen. Doe mee. Als je nu niet meedoet, dan doe je straks mee, dan doe je morgen mee. Maar probeer een dagelijks ritme te nemen dat je jezelf oefent. En gelukkig hebben we schitterend weer buiten. Dus de zon schijnt hier de dooi in. Zoek een plek op, misschien in je huis, misschien in je slaapkamer, misschien in de keuken. Zoek een plek op waar je lekker in de zon kan zitten en geniet. En doe maar de oefeningen mee. En nogmaals, vandaag niet, doe het morgen of overmorgen, maar doe het dagelijks liefst. Oké. Nou, dank jullie wel dat jullie weer kijken. Ik ga beginnen met het les en ik gooi goed natuurlijk Ozensee voor zijn kennis van Aikido, wat hij met ons heeft gebracht. Hey, arigatou. Oké. Adem in is heel belangrijk. Adem diep in en adem uit. Als je kan in 6 tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En adem uit in 6 tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En adem in. 3, 4, 5, 6. En adem uit. Change foot. Adem in. En adem uit. Adem in. En adem uit. Adem in. Adem in. Adem uit. Adem in. En stretch, stretch, stretch naar achter. Geef nu op. Nog meer. En adem uit. Adem in.
Sorry voor mij. Sorry voor mij, is mij een keertje uitgelegd door de Belgische leraar met de dobbeleer. Had te maken dat je de roeibeweging maakt. En als het waar is, kan je je voorstellen dat je op een punt zit. En je stapt in je boot. En je pakt de roei. En je vaart naar een rustige plek. Dat is het Tori van mij. Behalve dat je het lichaam goed leert bewegen, is het ook een spirituele of een oefening om je te verplaatsen naar rustig water. De handen, dus je brengt helemaal aan, je brengt alles bij elkaar en brengt het naar je centrum. Je maakt contact met het hele universum, met de kosmos, en je brengt het bij jezelf. En je schudt jezelf wakker. Je schudt het lichaam. En weet dan ook dat je verbonden bent met alles. En het zal niet altijd 1-2-3 gaan. Blijven oefenen. Oefenen. En als je de sensatie van de beweging hebt, dan kan je het misschien overal doen. En ik doe hem vaak, maar ik begrijp er nogmaals heel weinig van waarom ik het doe. Maar iets in mij zegt, Paul, ga ermee door, dit is een belangrijke oefening. Iemand heeft dat mij geleerd, dat was Peter Bakassense, mijn leraar. En ik ben ermee verder gegaan, ik ben ermee begiftigd. En vraag mij niet, wat triggert er, maar ik vind het belangrijk. Behalve de oefening is ook de kiai, de kreet naar buiten brengen is voor mij heel belangrijk en het brengt mijn innerlijke lichaam met wat van binnen is naar buiten. Okay. Goed. Cirkels. En klein. En de andere kant op natuurlijk weer. En klein. Cirkel horizontaal, hier links. Ik doe het nou 5 keer. Thuis kan je doen, zolang je er een gevoel bij hebt. Als het 1 keer is, doe je 1 keer. Als het 10 keer is, dan doe je 10 keer. Links, rechts, en daar die midden. Verplaats je lichaam. Boven je hoofd. Andere kant. Hey, breng je oren tussen je armen. En buig je onderrug naar achteren en kijk naar achter, strek. Hou je hielen en je tenen op de grond. En kijk ook met je ogen helemaal naar achteren. Probeer de grond achter je te vinden en buig naar voren. En je mag de oefening best voelen. Dus geef niet te snel op van dit, nee. Ga voelen, verder. Hoe ver kan je blijven staan zonder om te vallen? Maak contact met de grond met je voeten. En strek je uit naar achter, je buik naar voren. En naar voren. Rechterarm bij je rechteroor naar links. Linkerarm bij je linkeroor naar rechts. En houd twee voeten op de grond. Laat je niet verleiden door de ene voet op de grond te tillen. Hou ze op de grond. Draai naar links. Kom een beetje door je knieën heen. Je voeten zijn een beetje parallel. Draai om. Draai om. Hiel omhoog. Rechte rug. Draai om. Ga door je linkerknie. En druk je rechterknie een beetje naar achter. Hou je voeten op de grond. Je beide voeten zijn op de grond. Je mag je knie eventueel naar buiten drukken. En maak het jezelf maar een beetje moeilijk, want de oefeningen lijken heel simpel. Maar als je jezelf wat moeilijker maakt, dan je knieën naar achteren, je kan je voet pakken. Stretch. En je voet omhoog.
stretch. Breng je hiel, je kuiten naar de grond. Aan de kant. Hey. Iets. Nee. San. Si. Go. Rock. Sit. Uit. Jiu. Jiu. Hey, sta in het midden. Kijk naar achteren. Draai nog verder. Het lichaam kan nog veel meer. Zoek de ruimte op in je lichaam. Draai je rechterschouder naar je linkerknie. Draai naar achter. Kijk over de schouder achteren. Je hoofd kan nog verder. Hey, andere kant. Voeten bij elkaar. Draai je knieën. We moeten weer een beetje fractioneren. Andere kant op. Kijk, door je knieën. Oké, we gingen het vandaag niet zo makkelijk maken. Zit. Sorry voor de buren. Dus je zorgt ervoor dat je een matras hebt of een dekbed. En dan zit je op je hielen. Je gaat naar achteren naar je borst. Je slaat af. En dit is misschien een beetje overdreven. Maar kan ook wel zacht. Als je boven woont. Maar zit je in de tuin toevallig. Dan heb je alle ruimte. Kijk. Naar achteren. En weer naar voren. Adem in. Strek je uit. En neem de tijd hiervoor om er rustig uit te strekken. Gun je lichaam om ruimte te maken. En als je ruimte maakt in het lichaam, misschien maak je dan ook ruimte in de geest. Je kan ook zeggen, ik maak ruimte in de geest, daardoor maak ik ruimte in mijn lichaam. Rechte arm, rechte oor naar je linkervoet. Kijk langs je rechter elleboog. Je kan je rechter elleboog een beetje naar achteren strekken. Je tenen naar je gezicht toe. Je hielen naar buiten. En strek. Maak weer ruimte in het lichaam. Strek je uit naar boven, naar het plafond. Druk het plafond naar boven. En ga naar rechts in dit geval. Kijk langs je linker elleboog naar het plafond. Je linker elleboog mag een beetje naar achteren. Je tenen omhoog, je hielen uittrappen. Ai, en naar voren. Ai. Dit is heel belangrijk. Je lichaam. Maak alles wakker. Binnenkant elleboog, buitenkant elleboog, armen, handen. Als je dit nou eigenlijk 3, 4, 5 keer per dag doet, krijg je veel meer energie in je lichaam. Ziet er misschien een beetje overdreven hard uit. Het kan zachter, maar maak maar contact. Vooral je benen, je bovenbenen, je billen, je rug, je hoofd. Lee, kan jij wat gaan doen? Ja. Oké, dan komt Lee tevoorschijn ineens. En nou, misschien zegt hij nog wat leuks. Hij zegt wel alleen maar leuke dingen, dus Lee. Kijk maar. Hallo, hallo. 2 oefeningen voor jullie thuis
Doe het niet in de huiskamer waar de tv staat. Anders krijgen we ongelukken en dan krijg ik boze reacties van ouders. Mijn tv-scherm is naar de knoppen of wat dan ook. Nee, we hebben vandaag twee oefeningen met de Joe. En ik vind zo lang. Je kan een bezemsteel nemen. En ik wil dat jullie ook gaan opnemen wie de eerste, of nou, de eerste, iedereen mag via WhatsApp doorsturen. Kijk wie 100 keer deze oefening kan doen. Ik leg je zo uit. Of en deze oefening. Die je 100 keer kan doen. Ik leg even uit. Deze is eigenlijk voor je behendigheid. De Joe behendigheid. En je moet hem niet strak vasthouden. Want dan krijg je dit. Hij moet een beetje los. Dan krijg je losse polsen van. Dat is ook goed voor de Aikido. Dit is een soort achtvorm. Nee. Dus hij gaat de bovenkant gaan naar beneden. Zo. Nu heel rustig. Ja. Doe je links en rechts. Daar ga je mee oefenen. Doe het in de park of in de speeltuin. Maar neem het op. Dat kunnen we zien. Het is goed voor je polsen. Dus hij gaat deze kant naar beneden, de bovenkant naar beneden. Een achtvorm. Spinning. Acht. Als je zegt van nou, dit is te saai, iets moeilijker. Dus hij gaat naar beneden. Maar gaat hij voor onderen. Heb je ook. Maar dat hoef je niet op te nemen, maar je mag het proberen. En als je goed bent, dit is de normale, dan ga je tellen gewoon 100 keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 39, 40, 41, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70. 81, 82, 83, 50, 60, 70, 80, 90, 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 100. Dus als je dat kan, neem het even op. Dus, kijk met welke hand je doet, links of rechts. Ik heb het nu met links gedaan. Ik kan het ook met rechts doen. De eerste oefening, ja? De tweede oefening is iets moeilijker. Die handen, dit is die oog-handcoördinatie. Dus je hebt hem zo. Oh, je moet hem eigenlijk niet verkeerd. Hij moet gekruist. Dus hij pakt hem hier van boven en hij pakt hem hier beneden. Boven, beneden. Boven. En bij boven heb je hem zo. Die is iets moeilijker. Deze. Dus hier beneden, deze hand. Pak hem beneden. Deze boven. En die hebben we gekruist ook. Hier beneden. Boven.
keer. Deze. Ja. Gaat één keer rond. Dus dan wil ik ook zien 100 keer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. 100. Oeh. Je krijgt wel spieren, hè? Onderarmspieren. Dus die twee oefeningen, de acht vorm en de spinning. Alle 200. Kijken wie de eerste op WhatsApp zit. Pas eens even, gaan we wijgen. Dit was het. Huiswerk voor jullie allemaal. Neem het op in het park, dus niet thuis, anders gebeuren ongelukken. Yes? Oké, dankjewel Lien. Ja. Oh, in de park, dit is goed, kijk eens, social distance, 1,5 meter, belangrijk om te weten. Ja. Dus wat Lien zegt, inderdaad, we hebben een paar dingen meegekregen van de RIVM, de overheid, hè, dus zorg voor afstand. Het is heel aantrekkelijk om bij elkaar te zitten. Maar hou elkaar in de gaten, hou elkaar scherp. Want het gaat, wat al gezegd is, het gaat niet om jou. Want wij zijn, ik ben nog hartstikke jong, maar jullie zijn nog zo veel jonger. Het gaat om andere mensen te beschermen tegen de eventuele besmetting. Dus hou elkaar een beetje scherp, hou afstand. Was je handen. Maar daarnaast is slapen goed. Op tijd naar bed gaan. Je verzorgen, douchen, tanden poetsen. Dat doen jullie allemaal fantastisch. Maar het zijn hele belangrijke dingen om terug te gaan even naar de basis. Waar moeten we ons echt mee druk om onderhouden? En het zijn hele simpele dingen die vaak saai lijken. Maar het zijn heel belangrijk. Lira heeft jullie een opdracht meegegeven. Ik zou nog wat anders willen vragen aan jullie. Denk eens na hoe wij het beste contact kunnen houden met elkaar. We doen het nou, dit is opgenomen. Volgende keer proberen we misschien via YouTube streaming te doen. Live. Er is nog een andere mogelijkheid, het heet Zoom. Zoom. Zoom.nu. Dan moet je iets downloaden op je WhatsApp of op je smartphone. En dan kunnen we met z'n allen tegelijk door elkaar heen kakelen en naar elkaar luisteren. Dus denk er eens over na. Misschien heeft iemand van jullie zelf een ander idee. Stuur dan, als je een idee erover hebt, want anders wordt die WhatsApp groep misschien heel rommelig, stuur maar het liefst direct naar mij of naar Lee, dan kunnen wij erover hebben en dan verzamelen we alles en dan kunnen we dat altijd nog in de algemene WhatsApp groep gooien, want anders wordt het te rommelig. Dus als je een idee hebt van, goh Paul en Lee, kunnen we niet op deze manier beter bij elkaar komen om hier online via streaming of Zoom.nl nu, of misschien weten jullie het anders, dan horen we dat graag. Het zou ook mooi zijn als, maar voor de toekomst, om te kijken, want dit gaat tot en met juni duren, hè, helaas. Ja. Maar we kunnen gewoon doorgaan. We moeten elkaar motiveren. Lia en ik zijn nou begonnen, die zijn vorig jaar al begonnen. Jullie moeten meegaan in het motiveren ook van ons, want dat is heel belangrijk. Dus ik zou graag ook zien dat er mensen zijn die zeggen, Paul, Ali, mag ik 10 minuten iets doen? En dat mag het liefst Aikido gerelateerd. Maar als je zelf een andere oefening hebt waar je zegt, dat kunnen we met z'n allen oefenen, laat het mij weten. En Ali,
Dus ook het liefst buiten de grote groep benader ons dan en hoor ik heel graag dat jullie daaraan meedoen en meedenken. Want dat betekent de verbondenheid met de dojo. De verbondenheid, de dojo is niet alleen Lee, is niet alleen Paul. Het is meer dan dat. Dat zijn jullie, dat zijn ook jullie ouders en jullie vrienden en vriendinnen, die horen allemaal bij. Dus zorg ervoor dat je dat ook in de dojo brengt. Ja? Dus, oefeningen van Lee. Hoe gaan we communiceren? Streaming of Zoom.nu of wat anders. En kijk eens naar of je een stukje kan laten doen in de oefening. Het mag ook gewoon een commissie die je altijd wil, maar als jij zegt, die wil ik laten zien, doen. Yes. En nog, sorry voor het heuvel. Heb je die oefening van Lee laten zien en hij ziet er niet zo, misschien, hij is 20 keer op de grond gevallen? Laat zien alsjeblieft. Ja. Laat zien, maak fouten. Want dan krijg je plezier erin. Daar kan ik je nog wat anders over vertellen, komt een andere keertje nog wel. Fouten maken, het is heel belangrijk. Want dan is het geen fout meer. Maar laat maar zien. Dank jullie wel. Yes. Hey, boys en girls, hou je goed. Goed aan je vrienden en familie en je ouders. Thank you. Thank you.